Toen de Nederlandse overheid in 2009 en 2010 de slooppremie introduceerde, namen maar liefst 81.000 mensen afscheid van hun auto. En dat is goed nieuws, want het is in theorie 81.000 keer de mogelijkheid om een wrak te raden. Nou, de opdracht van deze week staat er al klaar voor, maar eerst gaan we kijken naar de oplossing van de vorige aflevering. Tja, toen hij zo plat was als een dubbeltje, was hij wellicht wat lastig te herkennen. Maar je ziet het goed, ooit stond dit bekend als een oerbetrouwbare auto. Niet echt natuurlijk, maar het was een Renault Laguna Grand Tour uit 2003, voorzien van een 2.2 DCI dieselmotor. Als we deze erbij zetten, dan weten ze toch meteen. Nou goed, hoe dan ook, hij is lastig zat. Ik wens jullie heel veel succes. 30 seconden de tijd om het wrakmerkmodel te raden. Zoveel mogelijk details, zet hem op. Ja, het is toch altijd een plechtig moment, hè? Het einde van het leven van een auto. Maar goed, weet jij wat dit geweest is in zijn actieve leven, wat maar liefst 4 kilometer oud was? Dan nodig ik je van harte uit om je antwoord in de commentaren onder deze video te zetten. En mail hem ook eventjes naar autoweek@autoweek.nl, want dan maak je des te meer kans om de prijs in de wacht te slepen. En dat is natuurlijk nogmaals €50 vrij te besteden in de webshop van 123autoparts.nl. Dus ik wens je succes.